uiteindelijk was dit echt de luxere pop. En mijn eigen zeggen, zaten die kaartjes daar. Hiermee kwamen de poppen echt bijna tot leven. Met als hoogtepunt natuurlijk Barbie en Ken, die er in de auto zitten. En Ken is het los meer. Yo, ik ben Bardo Ellis en ik laat hem toch een baard draaien. Wow, oh, dat was geniaal! Fuck man! Gasten, ik heb slecht nieuws. Ik ben daar gesproken door bewaking. Ik moet opbouwen, want ik lag hier net op de grond. Daar zag je dan op daar. Alleen kijk wat hier is. Daar is gewoon de fucking camera. Ik vind het een belang. Oh, hier op de camera. Wij moeten een beetje opbouwen nu. Maar ja, ik neem je wel mee naar het schilderij hier. Hier zie je bijvoorbeeld de toren waar we mee hebben lopen spelen. Hier zie je een beetje de levenswijze van de oudere mensen. Wat hun deden, hier zie je bijvoorbeeld een vrouw met een bezem. Nou, ik zou gewoon bezem als ik haar was. Of iets anders mee doen met de camera. iedereen heeft hier zijn eigen spel verzonnen. Dit deed ik vroeger op de basisschool wel eens, en ik ging altijd op mijn mond. Met die stokken. Hier zelfs over elkaar heen springen, alleen dit ziet er heel fout uit, vind ik. Een beetje van alles wat. Zelfs hier, ik weet niet of je het kan zien, de edelen, hier zien mevrouw met een kroontje op. Die deden zelf, nou, de edelen van adel waren ze, die deden ook weer met spellen. En ik vraag me wel of dat die bolle hier is, maar dat doe ik niet toe. Ja. Hieronder, nou ja, een lelijk speelgoed staan, we hebben hier zoveel platen. En hieronder zie je ook de huisjes, dat allemaal telkens mooier is geworden. En ik weet niet, maar dit is ongeveer midden in de 19e eeuw. Dan vind ik het wel leuk om even dat geweer dat daar ligt in de belangstelling te brengen. Want dat is al rond de Eerste Wereldoorlog. En ik wil ervoor zeggen, dit kan zomaar zijn dat de jongeren hier op een die tijd kregen. Doordat ze de Tweede Wereldoorlog mee wilden maken, nee, mee wilden maken. Mee willen vechten voor hun land. Dat is, kan niet zijn voor de overheid, door ze bouwden fluit. Dit is gewoon een blokfluit. Is het echt een blokfluit? Dit is een blokfluit. Okay. Wat dan? Waarom niet? Dit stukje van de puzzel. Daar niet, daar niet, maar daar! Yeah! Je moet niet schrikken, maar ik ben zo meteen weg. Mijn tweelingbroertje neemt het over. Hoe zou ik hem noemen? Bibo, de Crocodile of Bardo. Je mag zelf kiezen hoe je noemt. Ik vind Bibo vet klinken. Maar daarvoor heb ik wel even deze intro gemaakt. Hi there, mate. Wanna join me on my ride? Well, come on, take a look. Look what we got here. We got some, how do you call that? Well, on the water boat. And it was around 1900. And it was formerly for the Second World War. Well, how you call it? The Tweede Wereldoorlog. Now, follow me, I would say. Oh, by the way, look at that, look at that. It's a haven. They call it a haven. With all of my boarding, all of my auto's work. Follow me, follow me, follow me. We go back in time. It's magic, I believe. Alright, you see, here they want to make it underwater. So they can always make a war. Iemand aanvallen en dergelijke, you itself. Alright, follow me once more back in time, once more back in time. Of course, these are only toys. And here, here we are, back in the future. With those toys, you know. Kids love to play with it. And I should say, they are very dangerous, you know. I only hunt on crocodiles. But I'm also very dangerous. And look at this, space, you know? They went to space, I don't know what to say. And even cars can fly, cars. Cars can fly. Follow me, follow me, follow me. Wow, wow, it's magic, no? It's magic. Come here, come here. Oh yeah, yeah. What do we got here? They call it in Netherlands voetgangers. Gangers, oh. That's in the English something very wrong. All right, look at this. Oh, there's just some path, you know, where the people walk on, and a bridge, a brug, a brug. That's very dangerous. Oh, the people dance on the street. They're happy, they're happy. There's no war, only love and peace. Oh, like Bill Clinton would say that time. Of course, there was 1880, but I don't care. And that's 1819 until 1950. Oh no, they turned back, they turned the light off. It's very dark here. You see, there's a fire in the house. Zoom in on the fire. We're under attack! Where's the enemy? I can see the enemy. There's an enemy nearing us. Oh, my bloody hell. Look at that! You
Look, follow me. Here, we got some blick. They call it blick. Here they make toys. This is around 92, 920 till 1940. That's 1940 tot, nou zoiets. Het is allemaal blik in de Nederlanden. En they maken zoveel van, weet je wel. Nou, follow me. And yeah, you got some boring, some saaie video, you know? I don't like it. Go away. You know what I want to see? Pamela Anderson. Oh, it's so boring. Follow me. What do we got here? You know what I see? Only cars. Here this is the future. This is around 1933, when the first car was launched. Everyone just wanted to play with a car. Feel the future, you know? Feel the future. There's something very wrong, it's something different. But I was Bardo the Crocodile Hunter. And I will see you soon. Ik kom met die cameraman, echt. Fuck, is dit filmen? Oh, sorry. Oh, dat is pijn. Tering. Wat vind je hier filmen? Ik doe achter mijn kop. Fly me to the moon. Now let me play under the stars. New York, New York. Ram, pam, 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 pam. New York. Oké, go. Dit is dan echt het einde van ons project. Ik hoop dat je gelachen hebt. Namens mij, Jesper, June en natuurlijk Bibo, de Crocodile Hunter, zeg ik gewoon doei. Maar eerst een paar dikke bloopers. En wij waren in het Speelgoedmuseum. Kut. Oh, een kapotte fiets. Heel leuk. Oh kut, sorry. Draai eens om. Dat doe ik allemaal niet voor deze presentatie, jongens. Oh, die moet hier om. Sorry. Film je al? Nee, film. Kut. Kut. Hoe kun je dit? Oh, fuck. Jij zit er ook voor lul bij. Kut. Ik kan hem alleen niet aandoen. Au. Dit is action nerd. Go. Oh, dat deed pijn. Dat is een goede intro.